Wat een avond, wat een nacht. Niet te geloven. Ja, ik sta nog een beetje te stuiteren in positieve zin van het woord. Ja, ja, volgens mij mag ik u ook feliciteren als GroenLinks met de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen. Ja, we hebben als GroenLinks natuurlijk een hele goede uitslag in Amsterdam gehaald. Dus dat is natuurlijk wel een reden tot optimisme. Zeker als je de stad nu een jaar bestuurt, deze uitslag haalt, is dat natuurlijk hartstikke mooi. De grote verrassing is Forum voor Democratie. En dat is terecht, want de kiezer heeft gesproken. U mag best weten dat ik vanochtend niet stond te juichen. Nou, ik denk dat meneer Van Dans zich... Ik zit inmiddels een jaar in dezelfde raad als hij. Hij heeft van mijn partij en van ons nog nooit ook maar iets gezien wat raar of eng of strijdig is met rechtsstatelijke principes. Dus ik denk dat die angst een beetje voor de bühne is, eerlijk gezegd. Ik heb de felicitaties van mevrouw Nanninga in ontvangst genomen, ja. En heeft u haar ook gefeliciteerd? Nee, geloof ik niet. Nee. Nee. Ik zei gefeliciteerd en hij wilde nog net de hand schudden, maar hij liep verder zonder iets te zeggen door. Dat is toch wel goed democratisch gebruik. Ja, nou, het is een goed democratisch gebruik om winnaars te feliciteren. Dus, nou. Dus bij deze feliciteert u mevrouw Nanninga. Ja. Zeker, ja. Dus ik zei zelf, maar en wij ook gefeliciteerd, hè? Maar dat vind ik toch wel heel jammer. En nou goed, wij steken de hand uit. Wij feliciteren alle winnaars. We werken ook met iedereen samen. Zij kennelijk niet. Dat is jammer.